De voorbereidingen zijn goed en ze zeggen meestal als de voorbereiding goed is, is halve werk. De bedoeling is, Oosterwijk is het hart van Brabant en dat willen wij laten zien door symbolisch, dus inderdaad de Brabantse vlag over heel Oosterwijk uit te laten rollen. Nou, de grootste uitdaging is, het is een rijksmonument. Ja, we hebben bedacht hoe dat het zou kunnen, want we mogen dus geen schroefje, geen spijkertje in het gebouw inslaan. Ik kom uit Syrië. We hoorden op een gegeven moment van, er komen een aantal vrijwilligers. En toen hadden we al zoiets van, wat zijn er voor mensen en hoe of wat. En toen kregen we op een gegeven moment bericht dat ze van het AZC afkwamen. Ik sprak Nederlands maar een beetje, sorry. Vlak vanmorgen een beetje een Babylonische spraakverwarring. Maar het is, wat dat betreft is het me 100% bijgevallen. Taalbarrière hebben we soms met een klein dingetje, maar dan gaat het meer van wat lus je op je brood dan dat het hier is. Want hier wijs je aan, je laat zien wat er moet gebeuren en ze snappen het. Ik werk in Syrië in elektriciteit, station elektriciteit. Engineer, electrical engineer. En ze hebben nou een beetje gezien hoe daar wij het ongeveer willen. En er zijn, het gaat hartstikke goed. Het is een hele mooie vorm van integratie, hè? Ja, op deze manier wel. Er is een gedeelte komt uit Soedan, een gedeelte komt uit Eritrea en een gedeelte komt uit Syrië. En waar wonen ze? Ze wonen allemaal op het AZC. Omdat we heel graag ook willen laten zien, jullie heten ons welkom hier in Oosterwijk. Wij willen graag wat terug doen. Ze willen bij die gemeenschap horen. En we denken dat het helemaal goed gaat komen. Mooi. Mooi. Heel mooi.